Hij was bekend, het was een echt markant figuur. Hij hoorde gewoon bij die stad, hij liep overal voorop, of het nou optochten waren, of Koninginnedag, of carnaval, of de omgang met Mariabeeld. Overal was Janus te vinden. Ik kom hier zelf heel vaak, mijn vrouw ligt hier begraven. Maar ik kom ook altijd hier langs en dan zie ik zijn graf. Dat me met trots vervuld is dat het altijd netjes onderhouden wordt. Dat vind ik heel mooi van de mensen die dit doen. Maar ik vind zo'n bijzondere man, daar moet helemaal niet eens voor betaald worden. Ik vind dat moet hier gewoon blijven liggen, dat is iets bijzonders. Voor de hele Bosse bevolking was hij heel goed. Hij zat altijd achter de muziek aan, een koninklijke harmonie en zo. Op de markt stond hij met de speler van het volkslied. En dan stond hij echt stram in de houding en was heel koninklijk. En als er dan heel in de verte, want de markt in Den Bosch is vrij groot, dan stond iemand met een pet op en liep hij naartoe, sloeg hij zo die pet af en dan ging hij weer zo in die houding staan. En hij zat altijd achter de meiden aan, hè? Dus hij liep hij allemaal aan, omdat hij zo'n gezicht had, want wat hij vroeger tegen de kachel aangevallen, weet je niet. Hij had een soort kiepoog. Dus hij is vroeger eens een keer op de kachel gevallen of zoiets. Is hij verbrand, de oog is verbrand. Dus eigenlijk Janus Kiep. Maar het Bosse dialect is Kiep, dus ze noemen hem Janus Kiep. Heel veel verhalen. Of ze allemaal waar zijn, dat weet ik niet. Maar er komen heel veel verhalen en anekdotes komen dan langs, hoor. Ja.